Hey en welkom in nog een nieuwe video waarin ik je een stukje wil meenemen in het voeden van je lichtlichamen en op welke manier dat gebeurt. En eigenlijk rond een aantal zaken dat ik gechanneld heb vandaag via mijn gidsen en met hun vraag eigenlijk om dat aan jullie mee te geven. Omdat het belangrijk is dat we met zoveel mogelijk mensen daar weer meer van op de hoogte zijn en dat gaan weten en gaan leren. Nu, in een vorige vlog sprak ik met jou over conceptie en het belang daarvan van die grondingscode. Het ontstaan van die grondingscode en het optimaliseren ervan op regelmatige basis. Nu, ik sprak daar ook eventjes in die video over orgasmes. En dat die creatie van energie op dat moment eigenlijk ook niks te maken had met het indalen van die ziel. Want orgasmes hebben eigenlijk een andere functie. Orgasmes zijn eigenlijk een soort van voeding voor je lichtlichamen. En ik weet dat er nog heel veel onduidelijkheid bestaat over ons energiesysteem en dus eigenlijk ook over de ware kracht van seks en heilige relaties. En als je zegt het is noodzakelijk om te eten en voldoende te drinken om je fysieke lichaam te voeden, dan denk ik dat we weinig mensen gaan vinden die ons gaan tegenspreken. Maar dat je lichtlichaam en je energiesysteem gevoed wordt met licht van de bron, is eigenlijk niet zo bekend. En er bestaan nog zoveel taboes rond seks, rond orgasmes en eigenlijk alles wat ermee te maken heeft, dat het tijd is om hier vanuit spiritueel oogpunt eigenlijk ook wat aan te doen. En eigenlijk op vraag van mijn gidsen, zoals ik daarnet al zei, wil ik voor jou vandaag een aantal inzichten delen omtrent de ware kracht van orgasmes en de heilige relatie. Nu, we zijn allemaal energie. En alles wat je om je heen ziet is energie. Wanneer je iets wil vormgeven, een droom, een wens, dan ga je eigenlijk gebruik gaan maken van energie, maar in de vorm van je gedachten, om dat in je leven te gaan aantrekken. En hoe meer dat jij dan je gevoel, emoties aan die gedachten gaat gaan koppelen, hoe sneller dat je die gedachten ook werkelijk gaat gaan vormgeven. In 5D kan je in principe onmiddellijk vormgeven via je gedachten. Wat je denkt, verschijnt onmiddellijk in jouw realiteit. Maar omdat we nog leerling-manifestators zijn, leren we in de 3D-wereld hoe dat we eigenlijk op een zuivere manier dat allemaal kunnen gaan doen. De aarde is een levensschool om opnieuw te leren omgaan met onze ware krachten en talenten, zonder dat we rampen veroorzaken of zonder dat we anderen gaan beschadigen door die negatieve of onzuivere gedachten. De neergang van Lemurië en Atlantis hebben ons immers geleerd dat we heel zorgvuldig mogen omgaan met die goddelijke talenten en gaven waarover dat we allemaal gaan beschikken. En daarom is het eerste wat we eigenlijk leren en het eerste wat we te doen hebben, is dat we eigenlijk allemaal uit eenheid zijn ontstaan. We zijn allemaal afkomstig van dezelfde bron. En van daaruit moeten we eigenlijk dan ook leren om opnieuw onze goddelijke vrouwelijke en onze goddelijke mannelijke energie in balans te brengen. Want de werkelijkheid zoals dat we nu kennen, onze maatschappij, ons sterrenstelsel, ons universum, is eigenlijk ontstaan vanuit die bron. En op een bepaald ogenblik splitste de mannelijke energie zich af om de wereld te gaan verkennen, te gaan ervaren, waardoor natuurlijk de vrouwelijke energie automatisch ook afgesplitst werd van de bron en ook verplicht werd om haar eigen weg te gaan. Nu hebben we geleerd doorheen de evolutie van de aarde dat eigenlijk beide energieën enerzijds in onszelf aanwezig zijn, ongeacht het geslacht. En van zodra dat we eigenlijk daar allemaal bewust van zijn, dat we die mannelijke en die vrouwelijke energie in onszelf hebben, kunnen we eigenlijk weer een stapje verder. Want we hebben geleerd, doorheen verschillende beschavingen en doorheen verschillende manieren van leven, hebben we gezien dat nog de mannelijke, nog de vrouwelijke energie op zichzelf staand genoeg is om te kunnen vormgeven. Dus beide zijn eigenlijk onvoldoende om echt goed te kunnen gaan vormgeven, om goed te kunnen gaan manifesteren, om een goede maatschappij te kunnen gaan creëren. En die beide energieën, die bijcomplementair zijn,
Die vullen elkaar niet alleen aan, maar ze versterken elkaars krachten tot ware bronnen van manifestatie. En wanneer dan twee hele delen samenkomen, dan krijg je niet één geen geheel, maar ontstaat er eigenlijk een derde energie. En dat is bijvoorbeeld wat er ook gebeurt bij bevruchting, om bijvoorbeeld te geven uit de drie wereld. Een eicel en een zaadcel komen samen en creëren uiteindelijk een embryo en een kind. Drie is het getal van manifestatie. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn. Dat is een alchemie. Dat is ook hetgeen wat je leert als je de Kabbala bestudeert, de Tree of Life en zo meer. Maar daar gaat deze video niet over, maar eigenlijk komt wel daar een kern van uit naar voren. Nu, als je die theorie of die kennis, die wijsheid, vertaalt naar zielsrelaties, dat betekent dat wanneer een ziel met het belichaam van een goddelijke vrouwelijke energie, en in het Engels spreken ze dan over Divine Feminine, samenkomt met een ziel die de belichaam is van die goddelijke mannelijke energie, dus een Divine Masculine, als die samenkomen, dan ontstaat er eigenlijk een derde energie, namelijk de heilige relatie die hen samen verbindt, dus met elkaar, met zichzelf, maar ook met de bron. En dat maakt dan eigenlijk dat seks of een seksuele relatie tussen dergelijke zielen eigenlijk ook een heilige gebeurtenis is. Dus wat we eeuwenlang gedacht hebben, of eigenlijk wijsgemaakt geweest zijn, dat seksuele connectie en seksuele interacties enkel maar voor lust, dierlijke behoeften en voortplanting was, geeft seks eigenlijk een hoger doel. Een seksuele transactie tussen twee zielen, die de goddelijke mannelijke en vrouwelijke energieën in zichzelf gebalanceerd hebben, brengen beide, dus eigenlijk beide delen, dichter bij essentie en dus bij de bron. En vanuit de eenheid in zichzelf kunnen ze eenheid in die connectie gaan brengen om van daaruit eenheid met die bron ook te gaan ervaren. Nu, naar gelang dat we eigenlijk verder evolueren in de ascensie, hoe belangrijker dat ook wordt om onze lichtlichamen te gaan voeden en niet alleen maar ons fysieke lichaam. En daar komen we eigenlijk terug op de reden van deze video. Want op het ogenblik dat we gaan ascenderen, dus gaan... dus eigenlijk is eerst je hogere zelf, je hogere delen die geankerd worden in je fysieke lichaam. Maar op een bepaald punt is je energie zodanig hoog dat je eigenlijk kan gaan ascenderen naar een andere realiteit, een andere dimensie. En dan gaan we eigenlijk over naar een hogere realiteit, een hogere densiteit. En dan krijgen we de kans om ons fysieke lichaam, dus hetgeen waar je nu in geïncarneerd bent, om dat mee te nemen. Want dat zou betekenen dat we onsterfelijk worden op dat ogenblik. Want tot nu toe lieten we eigenlijk ons fysieke lichaam altijd achter om terug te keren naar de pure bewustzijnsvorm die we zijn. En dan moesten we eigenlijk opnieuw iedere keer terug in die keten van incarnatie terechtkomen. Moesten we eigenlijk opnieuw iedere keer weer door die sleur wat vergeten dat geen worstelen en ontdekken wie dat we waren, wat dan weer kwamen doen en zo meer en zo verder. Daar komt een einde aan. Maar wanneer je de alchemie en het proces van onder andere orgasmes vanuit die hogere spirituele betekenis kent, dan kan je die energie die vrijkomt op dat moment naar je lichtlichamen sturen. Waardoor dat je eigenlijk je lichtlichamen op dat moment oplaadt met energie afkomstig vanuit het universum en vanuit de aarde. Dat betekent dat hoe meer je dat wordt gaan doen, hoe meer dat jouw lichtlichaam ook gaat gaan stralen, waardoor dat je magnetischer wordt. En dat heeft dan op zijn beurt weer een invloed op je manifestatieproces en op je aantrekkingskracht voor je dromen en voor je wensen. Op dat ogenblik, zodra je die wijsheid in jou draagt en kan vormgeven in je realiteit, is de energie van een orgasme zowel voeding voor je lichtlichaam als voeding of een tool voor het vormgeven van je wensen en je verlangens. Want eigenlijk via die gefocuste aandacht tijdens het orgasme kan je immers het manifestatieproces waar je mee bezig bent of waar je wil aantrekken, gaan versnellen als werkelijke goden. En dus is het eigenlijk niet zo te verwonderen dat vele religies en geloofsovertuigingen dat wonderbaarlijke proces verzwijgen en ons lieten geloven dat seks taboe is, dat seks iets raars is of iets dierlijks is. Of toch tenminste iets waar hij niet over spreekt en binnen je kamers houdt. Laat mij zo stellen, seks is niet alleen bedoeld voor plezier, lust en een voortplanting, maar het is eigenlijk een waar proces van ware magie.
En de alchemie van het leven eigenlijk, waar dat we stilletjes aan allemaal weer meer en meer mogen over gaan leren. En dat is ook de reden waarom ik dit nu vandaag met jou deel. Niet omdat ik er behoefte aan had, maar omdat mijn gidsen zeiden dat het tijd was om dit te delen met jou. Wat wil ik nog meegeven in deze video's, want ik probeer mijn video's altijd kort te houden, zodanig dat je niet te veel tijd van jou in beslag neemt. Maar dus, ik wil nog iets vertellen over energetische hygiëne. In die zin dat, 1. Als jij je uitgeput voelt nadat je seks hebt gehad, wel, dat is eigenlijk een teken dat je seks op een verkeerde manier gaat gaan gebruiken. En je laat de energie, jouw levensenergie, uit je weg vloeien, waardoor je uitgeput voelt. Dat kan zijn dat je jouw energie eigenlijk aan jouw partner geeft, maar het kan ook gewoon zijn dat je het gewoon het universum instuurt. Wist je trouwens dat telkens wanneer je intiem bent met iemand, dat je eigenlijk ook energie van elkaar overneemt? Dat gebeurt zelfs al bij knuffelen, gebeurt dat al. Dus kun je ook wel voorstellen wat dat de impact is als je echt een seksuele relatie aangaat met iemand. Zeker ook als vrouw is het belangrijk om je hiervan bewust te zijn. Want de vrouwelijke baarmoeder zorgt dus niet alleen voor creatie van nieuw leven in de vorm van kinderen. Via de baarmoeder wordt er ook heel wat geheeld, getransformeerd en gebaard. In de vorm van projecten, in de vorm van ideeën, in de vorm van dromen. En daarom is het belangrijk om je energie zuiver te houden. En daarom voor te kiezen, dus om te kiezen om je energie zuiver te houden, is natuurlijk ook een heel bewuste keuze. Omdat je weet wat dat er eigenlijk op dat moment op energetisch vlak allemaal gaande is. En begrijp me niet verkeerd, ik pleit niet voor keusgeet en zeker al niet voor seks voor het huwelijk, maar wel voor een zekere mate van energetische hygiëne. Weet waar je mee bezig bent, weet wat er gebeurt op energetisch vlak. Want je kan eigenlijk ook heel bewust alle energieën die je nog mee zou meedragen van vorige partners, weer doorgeven aan andere partners. En dus is belangrijk dat je op regelmatige basis jouw energie reinigt en eigenlijk alles weer loslaat via die grondingsporen, wat ik in een vorige video ook al over met jou heb gesproken. Dus, dit stukje bewustwording rond orgasmes, de kracht van een heilige relatie en van die seksuele interacties. En zoals altijd, mocht je hulp of ondersteuning nodig hebben, je weet me te vinden via de linkjes onderaan in deze video. En dan stuur ik nog heel veel licht en liefde. En tot in de volgende. Dag!